Koos wel een keer warme bandjes hebben. Alright, good luck jongens. Yes, GG. Dat was dan een op de achterwiel van Smens. Wat leuk hoor. Ja, jezus coach. Ja, ik... Naast, ja. Er zit ook iemand voor me. Daar ben je Mathijs. Ja. Afkeren. Ze gaan je opeens de derde plaats, Smash. Yeah. Ja, vijfde. Verdomme. Ja, die Mercedes, die Sandbag, hè? Die Sandbag is wel waar. Tweede paaltje weg. Oké. Ja. Oeh, blessed. Dat ging bijna, jongen. Ja, zag je hem. Zag je hem. Ik volgde je en ik hoor, ik ga op het gas af. Thijs denk ik wel er langs. Ah, ik heb rustig aan. Dat is schade in het hoor. Nee, volgens mij niet. Lekker lekker. Bij mij staat er deze flashfire op. Lijkt zo. Ja, maar dat is ook gewoon met je band wel. Ja, precies. Ik dacht het juist, hè? Het veel fuel is toch wel anders. Ja, kut, hè? Ja. Ja, echt. Ik denk, oh, die bocht kan ik gewoon mijn stuur omgooien. Ja, kan wel, maar dan... Wat doe jij dat, Blast? Ja... Jezus. Oké, Claire. Ging ik op een rechtstuk rechtsaf. Ja, dat is... Ligt ook allemaal van die borden in één keer op de baan. Ja. Ja. Kut, man. Ik kan weg, toch je weg. Oh, het leek alsof je echt stuurde gewoon weg. Nee. Lacht aan mijn zijde. Ik denk die Blaze moet ineens weg of zo. Maar nog niemand uitgevallen, joh. Ja, het gaat er wel aan eigenlijk, want ik raakte Koos van achteren best wel hard. Maar geen schade. Ik had voor mij alleen echt een sideways gelukt in de game. Bij mij? Ja, net... Ik spinde daar en daar, okay, daar heb ik jou aan. Ik zat er aan de binnenkant en toen in één keer... En jij stuurde gewoon vol in. Ja, maar hoe had jij zo'n slechte exit, Niels? Ik zat zo dicht op je achter je opeens. Ja, ik weet het niet. Ja. Ik had wel, merkte wel meteen dat ik gewoon een kut exit, maar ik kwam ook helemaal van op de binnenkant bij die bocht. Dus, Oh, nee, god. Dat zijn we niet op de racing. Oeh. Het is hier alweer gezellig. Die was niet ghost inderdaad, Smet. Ik zag het. Echt de laatste seconde kon ik hem nog omgooien. Ja, ik dacht, ja, we kunnen er doorheen, maar hij was bij mij ook niet ghost. There's been an incident on the track resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time and there are no plans for a safety car right now. Nee, gelukkig niet. Vreselijk, man. Voor mij wel, ja, dat snap ik, maar voor ons, hè. Toch alweer een soort survival, weet je. Ja, maar... Ja, maar mensen... Ik rij echt gewoon met allemaal mensen heen die gewoon een beetje de andere kant op staan, of weet ik wat. Battle Royale mode, hè? Nou, ja, dat was vorige keer wel zo, toch? Oh, jongens! Nee! Nou, dat okay, is dat kansgris wel een momentje weer, hoor. Schade staat wel aan, hè, dat, ja? Ja, hij was wel niet echt over het gras, toch? Nee, volgens mij niet, echt, mes. Zo, ik denk dat er even tussen de
Hey, hey Niels! Ja, Ladyboom ging zo te vroeg op zijn rem. Ik schrok met een ongeluk. Ja, er is daar DRS, hè? Ja, nee, ja, daar maakte ik gebruik van. Ja, dan ben ik bedoel, voor het tweede stuk is daar een DRS-moment. Dus ik ga zo voor de DRS. Oh, je zit even op de curb van. Ja, ik zit op Tony Hawk Pro Skater, hè? dat is hebben jullie ook een blast stage glitched in de leaderboard? Nee. Nee, ik heb niet glitched in de leaderboard, maar ik zag hem net wel een beetje weird. Omdat hij bij mij nu op PE staat, zeg maar. Oh ja. Dat hoort. Dat hoort er niet, joh. Dat komt op PE. Wou je zeggen dat het niet klopt dan? Ja, dat is een normaal, jongens. Kom op. Zijn die hacks toch, Blast? Ja, zeker. Ik stuur je straks wel even tikkie, hoor. Ja. Mijn oprechte excuses, Blast. Oh, dat overschatte ik een beetje. Aans. Ik ook. Oh, daar komt deze boeren. Beetje driften. Daar ben ik voor hier. Wat ligt hier nou voor brokstuk ook weer op de weg, jongens? Nee, je komt weer op die curve, hè. Uh-oh. Doe wel voorzichtig, hè, jongens. Ik was weer aan de Tony Hawk. Ja, ik werd vooral gewoon heel zenuwachtig, net als Smash achter me. Ja, ik probeer hem heel vroeg te remmen iedere keer. Ik dacht zo laat mogelijk remmen, want anders dan... Zij zo laat mogelijk remt en ik zo vroeg mogelijk, dan komt het vast goed. Maar dan vlieg ik eraf en jij gaat heel traag, dus dan komen we uiteindelijk wel weer op hetzelfde punt te rijden. Daar ging Smees. Ik heb wel DRS naar me teruggekomen. Oh, daar deed je het voor. Nou. Dikke winst, jongen, dikke winst. Ja, Kingdom Hearts 4, man. Super blij mee. Het zag ook echt fucking amazing uit. Ja. En mijn banden ook hoor. Die zijn al op 33%. Ik ben twee keer gespind, dus het is nou wel even klaar. Hey, je kan naar de harts gaan, dan kun je ze al bonden rijden. Ja. Zou je niet aanraden. Nou ja, op medium zou je het misschien red je het niet, hè? Op hard red je het ook niet. Nou ja, op ons deed toch ook. De race is super oud in 2, maar ja, de game is net wat anders. Ik denk dat het kan, maar ik zou het niet aan. Ja, ik denk dat je misschien op hard kun je misschien wel uitrijden, hoor. Maar... Dat wordt niet leuk. Ik alleen niet... Ah, verdomme! Wat gebeurt er? Ik raak een curb aan en ik kom in een soort halfspin terecht. Dus nu ligt het in de half. Half. Af. Ik ga maar eens even de pit opzoeken. Gewoon een keertje P3. Hou vol. Je bent je grootste vijand, tenminste ik wel, daar heb je zelf. Ja, je zegt het en ik gleed bijna in de eerste bocht. Ja, heb je het wel. Nou, echt, dit circuit, ongeluk zit in zo'n klein hoekje, jongen. Ik ben echt altijd nog gecrashed, volgens mij, tijdens elke race hier.
Ja, nu zegt Jeff, Jeff het ook over dat dan. Wat doe je? Er stond ineens een alpine voor me stil. En misschien stond hij in de pit. Ja, ik zou de pit. Oh, dat. Ja. Koos oppassen, een blast fire is in de buurt. Als die. Als ik hoop. Ja, ik hoop niet dat ik daar last van krijg. Hey! Yellow flag. Oh, serious? God. Oh jee. Oh nee. Er is niemand. Papa, hou rechts, Bles, hou rechts. Hou helemaal rechts, alsjeblieft. Green flag. We gaan er vol op een marktkant, joh. Er is wat niemand bij je in de buurt. Nee, die nummer 1. Die voor je. Showstopper. Ja, maar jij desinkt, Bles. Ja. Hij is niet op dezelfde plek als dat als hij bij jou op beschermt. Ja, maar ligt aan Bles van Show. Denk aan Bles, want iedereen heeft last van Bles. Oh, ik had hem nog niet gezien. Hé hey, jongen, niet zo hè. Dat zijn gewoon feiten, maakt niet uit. Persoonlijk. ik ben er niet boos om, maar het is gewoon zo. Deze boel was ook weer in de pits geweest, zie ik. Ja, wat die banden, joh, wat drama. Pirelli moet een keer goede banden maken. Ja, en daar ook. Ja, nee, daarom. Het zat er meer in die banden die warm kregen. Kimi heeft een uitspraak, what's the same for everyone? Ja. Misschien, hij is hetzelfde niveau als via Play, toch? Als die dit. Nee, onze service is goed, alleen het ligt aan hun internet van de klant. Ja. Ja, dan pak je een andere service, waar hetzelfde werkt. Maar ik snap wel dat ze op zoek waren op. Ze hebben letterlijk een vacature voor PR-medewerker. Ik snap nu wel dat ze die vacature hebben, ja. Dat is groot is. Ja. Nee. Misschien willen ze nog een gamingprogramma maken bij Viaplay. Ja, dat moet ze doen. Kun je game kunnen streamen? Ik heb mijn eigen gamingprogramma. Ik werk al bij een gameprogramma. Is mensen nou weer naar binnen? Ja, ik denk dat het eerst naar binnen. Oh! Ik dacht dat Jan naar binnen was geweest. Wel omdat ik schade had, maar... Het is geen game om door te blijven rijden met voorvleugelschade. Nee, zeker niet dit circuit hoor. Thank you.
het gras heen nu. Pas op. Ja, ik weet. Schijnt hier wel veel te zijn. Kijk, een bar. En straat is ook weer. Of daarom, daar ook. Ik doe bijna hetzelfde. Maar goed. Waar komt die nou weer vandaan, jongens? Wat is dit? Nou, die zit al veel eerder. Die zat op een punt dat jij er net naast zat naar. Nou, ik denk dit wordt dan mooi, joh. Wat gebeurt er? Ja, Niels is al voor me, maar hij krijgt mijn DRS, zeg maar. Fuck oh, nice. Nee, de detect zit al een stuk eerder. Toen zaten we naast elkaar dan. Ja, oké, okay, maar het is ook niet dat een van ons echt duidelijk voor zat op dat moment, maar ja. Die ga je onthouden. Dit is echt zo'n Leclerc move dit. Ja. Nee, dat doet het ook toch, jongens. Jeez. Nee, ik ken Smash ook op Jedi hoor. Elke keer rem voor de DRS. Ja? Ja. Oh, ik baal zo dat ik Jedi niet heb mee kunnen doen, man. Ja, ik ook. Dat vond ik nou een heb ik toen met jou zo'n mooie. Ja, dat was ongelooflijk, man. Geen uitvallers, alles was clean, jongen, toen. Zeker? Geen uitvallers? Wauw. Nee, geen uitvallers. Dat is helemaal sick. Niet iedereen zingen. Ja. Ja, ik rem me aan. Ja, jij mag weer even die DRS pakken. Ja, nee, dat zat dan nog, dat zit nog in. Dido, je hebt wel aardig de pees erin, dang. Die komt eraan gevlogen. Nee, nu lijkt. Ja. Oh, hou je mond ervan om. Oké. Wow. Het was een compliment. Ja, hé. Hey. Dat zat net lekker in de flow. Ik moet zeggen, dit battelen doet onze gat naar richting de andere niet zo goed als goed. We rijden wel naar ze toe, maar we rijden niet heel snel naar ze toe. Dus even wel, weet je het? Hey, Smash! We rijden wel in op Matthijs. Dan hebben we nu van 12 naar 8 of zo. En ook ja, wel iets op Koos, maar Koos is 35 seconden verderop. Dus. Ja, daar hebben we wel een safety nodig, denk ik. Maar je mag hem bocht, erbij laten, hè? Zijn bocht is niet best, dus. Ik heb een vlugeltje halen. Vlugeltje? Niet tijdens het rijden, hè? Vlugeltje halen. Een Red Bulletje. Be aware, we expect the grip levels to start falling away soon.
Okay, here we go again. Ah, die dubbel DRS, hè? Kluisje. Oh jee, Smash. Niet zo'n paniek. Zit je me in de gaten te houden? Doken! Ja. Nou ja, in mijn spiegel zag ik ineens een blauwe streep, zeg maar. Ja, klopt. Met de focus niet. Push now. We're boxing this lap. Nou, de speed heeft hij niet hoor. Meer velocity 9 nemen dan. Maar je doet daarmee te smashen, niet te flash. Nee, familie van Zoom. I bless, thanks. Nu heb jij het DRS, denk ik. Ja, ik hoop het. Ah, nope. Nee. Eens. Heb jij hem? Nee. Ja, ik heb hem. Ja. Dat had ik ook niet voor mijn. Hij is ook te merken hier. Die eerste DRS en de tweede is gewoon één meerpunt. Okay. Die kreeg hem nog een keer. Ja, na die eerste bocht kreeg ik hem nog een keer. Ja, klopt. Ja, ik had al. Dat kan ik gewoon niet, het is gewoon verschrikkelijk. Rij jij ook met de tractiecontrole uit? Hè? Ja. Ah. Ik zie af en toe zo wegglippen dat ik denk van nou. Oh, waren dit voor teamorders, ja? Ja. Laten we voorbij gaan, wat ik eerst gaat. Oké. Ik vond dat Wendt een beter inschat van toen ik achter je reed. Ja, ik snap er nu nog steeds een goed in. The gap to the car behind is 9.6 seconds. Ah! Sorry. Is dat mijn fout? Nee. Dat van mij.
wat schat. Ik heb het daar gewoon niet meer proberen. Zijn Koos en Showstopper allebei eentje in de middel geweest? Ja. Je hoeft niet voorbij te laten. Ja, het mag wel. Ja, het is gewoon voor positie. Ah, goed pitten. Ja, Moglietto. Moeite om mijn aandacht erbij te hebben. Ik ook. Ja, ik merk ook wel dat ik dit ook al lang niet gedaan heb. Gewoon zo dat ik het kan lezen. Ik weet niet, man, dat geeft me altijd zo'n chill gevoel. Het voelt echt ook altijd achteraf alsof ik heb gesport of zo, weet je wel. Ja. Ja, je hebt zeg maar die sporthaai heb je. Ja, ja, dat moet ja, wel inderdaad. Die is leuk. Maar ja, de mini gaat ook door de buurt. Ja. Alleen jammer dat je er niet van afvalt. En helemaal van het gekoel. Ik denk dat je er wel wat van afvalt. Ik denk het eigenlijk ook. Je bent heel intensief bezig, hoge hartslag. Ik denk het wel hoor. Wat zei je nu? Ja, die wil ik escaleren, helpen. Ik zei dat helpt het ook niet als we ook nog een keer de hele tijd zo dicht achter elkaar rijden kon staan. Oh nee, klopt. Nou ja, dat houdt het wel een beetje spannend ook, want voor de gelezen heb ik alleen maar in eentje gereden, dat op zich wel zag. En de eerste race zag ik niet, maar dat was ook wel spannend. Die ging zo snel. Nee, maar toen. Dat was het probleem. En gelukkig zijn de problemen nog niet zo erg als ik al. Op het moment dat ik bijna spin, zegt Jeff ook van ja, pas op, je gaat nu wat tyrek vliegen. Ja. Jeff is zo Captain Obvious. Doet ook zijn beste. Ja. Hij krijgt niet eens betaald volgens mij. Die had ik niet aan te komen eigenlijk. Maar het is mooi dat ze in de kloof. Ik spin er net bijna, nou ja, dat komt omdat ik hem ook precies op het randje dan moet zelf gaan.
Nee. Oh. Ja, de welbekende bochten. Goed weg, There's been an incident on track, but officials aren't looking to push for a safety car right now. Just be careful. Er is geen safety car. Nee, ik zie ze niet wachten. Ja, dan je was ik aan het punt, dan. Erg op lange pitstraat dit ook. Zo, zit op. Is available on the MFD. Copy that. Wie is die zoveel, joh? Mensen zijn on fire, hoor. Nieuwe bandjes, hè? Nee, kom maar niet aan, hoor. Nee.
Ja, daar ben ik, heb ik zo fucking mazzel mee, jongen. Wat? Waarom moet je nu pitten? Oh, wat zonde. Ga mij maar een safety car gegeven. Ja, precies. Ligt er iemand uit dan, of wat is er gebeurd? Nee, mijn volgende jongen. Ik ben met de bocht. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Game, please. Release. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Heerlijk. Caution, caution. Jasper, dankjewel, dankjewel voor de sub. Nee! Green flag. Okay.
Nee! Ik het zo hakken. Ja, ik ook. Nou, hij sloot net aan. En ja, zo hard over die curb heen. En is goed. Ik ben nog meer de limiet op te zoeken. Ook gewoon op een nippertje van het halen. Van de, ik had hem bijna had ik hem opgevangen. Maar net dat hij net raakte. En dan heb ik gewoon meteen, heb ik meteen schade. En dan is het toch wel. Ja, ik zat bij die beetje chicane voor die snelle chicane, zeg maar. Dat was dat 8 en 9. Ja, ik weet niet. Is dat, ik heb, bij mij was het bocht 5. Sneller recht al. En dan sneller naar rechts. Met net veel gas en dan zit je op het gras. Ja. Ja, ik weet niet wat je bedoelt. Dat ben ik ook weer pakken. Missen? Bij ja, missen probeer ik me gewoon bewust te ontwijken. Ja, nog maar proberen richting P4 te rijden, dan is het voor mij. Nog niet op mediums gereden met deze baan. Lekker enjoy. Eindelijk. Ja, ik gaf hem niet cadeau. Nee, godverdomme. Ja, weet je auto wel te positioneren. Ik kan het niet meer aangeven. Je kunt het nog terugpakken ook al. Dus ik heb wel ook al een paar keer dat ik dan net voor dat uur voorbij ging en dan kun je gewoon terugpakken. Ja, hoeft niet. Hoeft niet eens. Maar Koos, moet jij nog een keer naar binnen? Nope. Ja, ik dus wel. Ja, I know. Daarom zeg ik, hoeft niet. Het was echt zo lang mogelijk achter me houden, zeg maar. Mm-hmm. Dat heb ik voor mijn gevoel nog best lang volgehouden. Ja, voor mijn gevoel ook. Ja, mooi battles, man. Het was heel even heel close hier in deze bocht. Ja, ik dacht, godverdomme, dit ga je niet... We gaan jullie niet met z'n tweeën af. Smash, kom er ook aan. Ja, het mag wel. Thanks. Even verstand. Oké, okay, clear. Nee, nee! Dat is niet de bedoeling. Maar Bles ligt ook een ronde achter je, toch? Oh. Ik was al veel omhoog, ja. Ik heb wel foto's gemaakt. Ik dacht dat het zo jas is. Dat ik die de muur haal. Muurtje kapot. Ik ken Burn, hè? Ja, is te vaak. Niels is hongerig. Dat wel, maar niet foutloos. Ja, maakt niet uit. Het is je eerste race, joh. Een van ons podium pakken, of dat soort races. Gap to car in front is 3.8 seconds. Pas op, pas op. Oh, yep. Nee. Heb je beschadiging of wat? Ja. Dat is lelijk. Want je was volgens mij net al naar binnen geweest, toch? Voor niet zo'n beetje ook. Softbanden. Ja, nu wordt zeg maar wel gewoon meteen mijn laatste pitstop. Maar ja, het podium kan ik wel vergeten. Wat mee, toch? Het podium moet nog steeds haalbaar voor je zijn. Ik heb nu met geel uit. Ja, dat moet ik doen. Hè. Probeer het wel, Nico. Ik probeer het ook. Ja, oké, okay, maar ik heb nu jouw enko's.
Alhoewel, waar ben je Niels? Oh, ja, ik kom makkelijk nog voor mij. Nee. Ik ben nu al gekomen natuurlijk. Wacht, of, oh, je bent ook al binnen geweest. Of niet? Hm? Jij bent al je laatste pitstop ook gehad, of niet? Ja, dat is wel de bedoeling in ieder geval. Als dat er nog eentje komt, best groot hoor. Ja, zo. Zo, dat is wel een flinke ook. Laat me dat niet eruit ligt. Matthijs die wijzelijk alle battles uit de weg gaat, die rijdt gewoon rustig op zijn gemakje zonder fouten gewoon door. Ja, maar volgens mij moet hij nog wel naar binnen. Ja, wel, maar dan nog steeds, hè. Nog steeds gewoon netjes. Hè. Gewoon netjes 28 is. Je kan niet weten hoe gebruikt banden zijn voor je volgende pitstop, toch? Als je... Nee, je kunt alleen zien of ze used of new zijn. Weet je, dat is een kans van... Ja, dat is heel kut. Dan zouden ze gewoon een percentage achter moeten zetten ofzo. Ja, zet er gewoon een percentage ja, bij. Ja, of Jeff moet het vertellen, toch? Ja, maar ja. Weet je, als je snel door menu wil schakelen... Come on, weet je wel. Ah, zet er gewoon bij hoeveel procent het inderdaad is. Oh. Let, ik rij nu achter je. Zie je mij ook? Of, Nee, nee, oké, okay, dus niet dat het die zit. Thanks. Ik denk dat je last hebt, maar... Dat je opvoerde. Als je net die rotatie mist voor die laatste bocht... Neem je zoveel mee, dat rechtstuk? Ik vind ook als je die ene laatste bocht net te ver te wijd zit, dan is het ook gewoon, dan mis je ook al gewoon de mogelijkheid om goed daar snelheid te maken daarvoor. Blijft de laatste bocht wel echt het vervelendste bocht. Ik denk dat het een vervelendste bocht is. Hij is een beetje awkward, hij loopt een beetje bij de weg. Met die aanpassing is hij wel echt zoveel sneller trouwens geworden. Deze baan, ja. Nou, ik vond het saai. Ik vond hem niet saai. Nou, weet ik niet. Ik vond het een leuke race. Hij was altijd wel saai. Ik vind het sowieso vet dat vijf auto's lang op elkaar kunnen volgen, jongen.
Ja, dat is zeker. Maar dat was wel. Kijk, het nadeel van deze race is dat gewoon dat er één gewoon zoveel sneller is. En dan mis je gewoon een 30 voor de... Ja, dat zonde, maar ja. Ja. Dat hoort er maar wel bij. Maar de baan is er zeker niet slechter voor de baan. Ja, het is gewoon, ik vind het überhaupt een matige baan. Ja, ik weet niet. Er zit wel een bepaalde flow in dat hij op zich wel lekker om te rijden is. Ja, zelf rijden is niet zo, is inderdaad nog wel vermakelijk, maar... Nee, op een gegeven moment was het ook wel echt een treintje hoor, daar. Ja, het stolde die een beetje te wieven. We hebben nu een paar keer achter elkaar gehad dat je natuurlijk twee DRS-zones achter elkaar hebt. En nu zaten ze dan, nu krijg je van het begin allebei. Dan je hebt best wel vaak dat mensen elkaar gewoon weer inhalen opnieuw. Of dat je gewoon op zo'n manier kunt verdedigen. Dat het wat makkelijker wordt. Ik blijf gewoon lekker volgen, zo. Wissel. Oh, ja, nu niet spinnen. Schade? Nee, dat is niet. Ja, kijk. Yellow flag. Okay, the incident has been cleared. Let's get back up to racing speed. Ja, waar laat ik jou hier makkelijk langs? Rechts. Oh, je had ook gewoon kunnen wachten tot het rechte stuk was. Dat is waar het is. Dus het doel clear. 14 seconden. Ik wou wat zeggen, maar ik zeg het maar niet, want dan denk ik mezelf wel even. Ja, zeg maar. Doe maar dan. Ik wou zeggen, ik rij eigenlijk gewoon een keer 10 rondjes foutloos. En nu de muur. Nee, ik kom er niet lekker in op die G-bandjes. Ja, ik ook niet hoor. Ik vind ze wel prima, hè? Oh, ik vind ze wel prima eigenlijk. Ja. Ik heb er nog niet heel veel problemen mee, maar ik ben wel echt langzamer. Hm. Alleen wel echt een, wat is het, een stint van 30 ronden of zo, dus dat is wel veel. Ja, dat heb ik ook. Mogelijk dat ik nog naar binnen ga voor soft. Oh. Hm. Ik heb nog een nieuwe soft. Hm. Wat is dat hier? Dat ik heel vroeg al naar die crash. Oh ja. Die koos heeft natuurlijk ook één stop minder. Daarom. Ja.
70 kan wel een leuk zijn. Dat zou je ook stoppen, dat zou echt heel kut zijn voor shows dat we niet echt checked out op moment. Ik heb ook nog nieuwe soft. De car behind is catching you at a rate of about 2 seconds. Coaster houdt ook van spanning en sensatie. Af en toe wel. Nee, maar safety cars zijn echt kut gewoon. Ik had een hele race perfect hebben gereden. Ja, dan in één keer ja. Of ik heb maar een Hamilton caution. Ik kan nu al op 3 keer gecrashed zijn en ik rijd gewoon straks gewoon op de derde plek. Gelijk gele vlag. Ik heb gewoon alle mogelijkheden. Ja, ben ik er niet. Door de roede is nog kut, je mag alles repareren. Ik ga maar naam op doen. Ja, zeker weten. Ja, die nieuws gaat als de brandweer, jongen. Jezus. Dat ben je leuk. Nee. The virtual safety car has been deployed. Slow down and maintain a positive delta. There's been an incident resulting in a high level of debris on the track. Ja, geen niet. De bandjes kan ik niet aan wennen. Ik ga dat voor een super groot hè. Voor de delta van Blast. Was er een delta? Dat jouw virtuele delta is. Exit, exit now. 0,4. Nee, laat maar. Laat maar right. Even playing field, boys. Ja. Ik vrees er wel voor dan hoor. Godverdomme. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Okay. Ik dacht ik heb je wel met de virtual safety car, ik dacht dat vlieg ik 30 seconden ofzo, maar... Dat is niet helemaal te gaan. Nee, ja, rode bandje weet je heel veel safety car is ending. Ik heb geen rode banden. Dus, green flag. VSC ending. Wait for green. Wel een nieuwe... Green flag. Nieuwe medium, in ieder geval. Ja, voor mij zijn we al geoud natuurlijk. Hey, was je het gewoon nu vlak voor Koos? Nee. Oh, dat is best wel. Jij ja, dat Niels achter? Ik moet alleen gaan openpassen dat ik niet ga overdriven, want dat heb ik nog wel. Nee, het is enjoy. Ja, maar ik laat je zo. Dat je zo langs. Ja, doe maar gewoon rechtstuk, hè. Ja, ik kom hier binnen. Oh, oké, thanks. Je doet ook af hier zitten. Gap behind is 1.8 seconds. Kijk of ik kan volgen. Wat? Mijn bandje is weer niet. Nee! Oh, serieus. Ik heb weer een nieuwe neus. There's been an incident on track resulting in loose debris. Ik heb geen sleutel, ik heb een neus. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time and there are no plans for a safety car right now.
is consistent leren gaan rijden. Is die Alfa Romeo de koploper trouwens? Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, dan weet ik dat ik straks een blauw vlag geef, ja. Zit daar, jongen. Je zit op de racelijn. Komt zeker door die pit dingen, hè? Ja, Aron, kom naar de plekje gegooid. Kom aan de binnenkant. Second a lap to the car behind, 1 second. Uh-oh. Okay, clear. Hou je niet heel jong. Ja hoor. Kan niet beloven. Niks best. Ach ja, enjoy, tyfus. Ja, die zag ik. Zo. Een TV maar te veel. Back. Ik weet het, Jeff, maar hij is nog steeds niet in range, hoor. Hij is staat al meer dan op de baan. Ah, bijzonder hier. Wie had het nou gejinxed voor Martijn? Of voor Matthijs bedoel ik? Ja, dat was ik, sorry. Okay. Ik zei dat hij zo consistent was. Ja, dat was mijn fout. Safety car, toch, of niet? Ja. Ja, ja, ja. Ik weet niet of ik er blij mee ben, want ik heb geen nieuwe soft, dus Ik heb gewoon een drive-thru.
Nee, ik heb geen idee of die dat niet. Ik zit te twijfelen of het een script set is, maar ik weet het niet. Ja, dat is kutter, dat weet ik niet. Nou, maar ik wilde eigenlijk ook naar rood gaan, maar ik had toch alleen maar use. Ik doe het ook gewoon niet, want ik weet het niet zeker. En straks zit ik op 30-40% target na. Dan ben ik ook nog niet klaar. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. De Joy-Con nu wel. Ja, dat is kut, hè? Ja, maar die is nu die muscle. Nou, fuck it, ga ik niet die soort. Toch eerst door, hè? Oké, dit was geen goede keuze. Nee, was het geen... Nou, het is geen 40%, maar het is niet... Kijk de banden waar je op de race op start bent, waar je na 6 ronden al afvalt. Dat denk ik. En gelukkig had ik 2 keer mediums gedaan, dus ik kom nog een keer naar een soft. Shows op performer, die zit wel op nieuwe soft. Dus die, En nu is er nog eentje tussen gekregen. Maar ik had ook geen nieuwe mediums meer, volgens mij. Dat was niet anders. Ja, en om op hard te gaan voor die paar rondjes. Die blaast er weer tussen, wat een verschrikking. Hoeveel rondjes ligt er nou achter 2? Laat die mensen zich nou een lap, godverdomme. Ja, mag je niet doen. Ja, zal wel tof zijn. Ik ga het gewoon proberen, ik weet niet wie er voor me rijdt. Ja, nee. Doe dat nou weer niet, jongen. Nee, ik kan het ook niet. Doe maar. Het is nog niet zo erg. Wow. Ja, totdat ik er een penalty voor krijg ofzo. Dat zie ik ook wel eens gebeuren. Ik weet niet hoe dat zou kunnen, maar... Oh, die smashen voor me, dat gaat lezen bloemen voor me. Zo. Nou, u let jezelf maar smash. Ja, is die? Ik kan zo lekker rijden voor je. Die rijdt ervoor, man. En showstopper ook. Hij is rood. Baby, aan smash, bro. Maar Sido die nog helemaal aan de andere kant schrijft. Oh ja, dat gaat wel te duur. Normaal ging ik dan altijd max-praktijken doen achter de safety car. Ja, dat mag hier nog wel, hè? Ja, mag het nog? Ja, hier wel. Je mag er gewoon naast zitten, hoor. Oké, okay, dan kom ik al. Je mag nog even laten zien dat je verse banden hebt en zo. Hè. Maar jouw stopje is wel op stopjes. Yes. Ja, die staat wel op nieuwe stopjes. Dat is weer jammer. Dus dat wordt lastig. Ja, het wordt sowieso een opgave, maar... Dit is waarom ik safety cars haat. Er was helemaal niks aan de hand voor mij. In principe heb ik... Ik heb in principe pace genoeg, want... Net reed ik ook wel redelijk weg, maar ja... Het probleem is dan weer... Probeer hier uit de ellende te blijven. Ja, klopt. Oh ja, dat is wel redelijk eind de race, zo ja. Ja. Wat? Nee, dat degene voor me achteraan sluit. Een ronde voor je rijdt. Ja, dus er is nog geen eer meer te behalen. Ja, dat is ook gewoon kut aan die safety car. Mensen die gewoon gelapt zijn. En mensen die dan net niet gelapt zijn bijvoorbeeld. Dat is dan echt, ja. Dan heb je in één keer een hele ronde aan je doen. Zou je er bij wijze van spreken 5 seconden achter hebben gezeten? Ja. Ja, want nu door deze safety car kan ik smash op een tweede ronde zetten, zeg maar. Ja. Ja, maar dat is super lullig. Moet je er wel voorbij komen, hè? Maar ik ben er nu in. Nee, wacht even, jongens. Smash heeft niks meer te verliezen. Nee. Je zit er denk ik al zo'n beetje op de 80%, dus maakt helemaal niet uit. En ik had op mijn verse softs een avond doen op een Joy, waar het normaal nooit had gekund. Ja, maar... Ja. Ja, ja, denk ik zeker. Ik heb er 18, dus de safety car heeft me geholpen.
Ja, dat terwijl je er ongeveer een minuut achter even staat. Yep. Nou, een halve ronde, dus 40 seconden ongeveer. Ja, nee, maar dat staat 1 minuut 10 of zo, zeg ja. ik. Ja, ach, omdat ik een pitstop maakte onder de 70. Ja. Want toen die kwam, reden wij op het eind, dus ik kom meteen naar binnen zo. Nog een paar mensen die was in ieder geval een te groot gat om in een normale ja. regen te overbruggen. Ja, nee, ik had het sowieso niet meer gered hoor. Anders. Maar nu, alle kaarten liggen weer op tafel open. Oh boy. Ik dacht net, ik rijd nu een beetje los van Coast and Enjoy. Ik kan nu gewoon rustig uit gaan rijden. Gewoon focus op steady blijven rijden. Dan, Ja, maar je hebt de pace wel, dus dat maakt niet uit. Yo, what's up, Alvis? Kijk die Enjoy Weave, jongen. Ik ben niet toen ik dat eerder deed bij Sinnoh, niet zo wie. Ja, maar dat was niet per se. Dat was dan het ging gewoon om positie daar, hè? Ja, weet ik. Maar daarom ging juist wieven, omdat je... Ja, wieven is illegaal, dus, hè? Ik weet niet. Dat is dus juist. Ja, weet ik, maar deze game geeft dat niet. Bel de politie dan! Ja, bel de motor. Nee, ik deed de vorige keer bij Smash ook een keer. Ja, en zo, toen gooide ik hem maar gewoon aan. Ja, net op tijd, jongens. Ik ga daar gewoon rechts rekenen. Ja, ik ben hier aan het rijden. Oh, zo'n smash. Ja, dat was ik ging bijna enjoy voor een breaktest. Ik was even enjoy aan het eerste. Dit is zo kut met Blast ertussen, man. Ik heb Ja, dat is verschrikkelijk. Blast, kan je alsjeblieft de pit in gaan? Kan je de pit in rijden? Alsjeblieft. Nee, ja, dat mag toch. Godverdomme. Ik ga gewoon rechts. Je hebt een pedaal? Ja. Nee, maar als je naar de pit in gaat, dan rij je niet te doen. Dat was gewoon de 70-car principe, I guess. Ja, nee, ik heb niet legal. Wat is het? Ik heb een illegal overtake op Blast. Godverdamme. En wat is de straf dan? Oh nee, ja, hij is een nikker weg. Hij is weg. Goeie Blast. Ik ging toch te langzaam mee. Dus... Hij stopt die legal overtake op Blast van je en nu in één keer. Was al 3 seconden over tot ik hem terug mocht geven, toen was hij in één keer weg. Godverdomme, daar ben ik wel blij met je. Ja, maar ik denk dat ik hem te langzaam reed, dat ik het gezellig mag doen. Ah, stil, Jeff. Maar officieel mag je er pas langs bij start finish. Ja. Als je langzaam genoeg gaat, dan mag het gewoon. Ja, dat is een hele blakzak. Ja. Oh, enjoy! Zo! Contact met de show. Oh, er ging shit over, volgens mij, op het laatste. Ja. Mooi blaas. Ja, kijk. Ik voel me Lennon nog eens op de eerste rij, hoor. Wat een gevecht deze mensen, zie je dat? Ja, ik ga ze even bij. Ik durf hem er echt elke keer niet tussen te steken, maar... Dat was een tikje, of niet? Ja, dat is raakelijk. Nee, jij mij toch? Nee. Jij op Koos. Nee hoor. Nee. Ja. Nee hoor. Nee. Oh, nou op mijn beeld was het dat je Koos raakte. Op een netcode zijn geweest. Ja. Kut, te veel fouten.
The stewards have now enabled DRS. DRS is now online. Ik merk er nog niks van, Jeff. Nee, dat is ook nog niet dit stuk. Oh, Jezus Christus, man, ja. Wat is dit? Ja, sorry. Ik verremde me. Maar het ging goed, toch? Dus, Ja. Oké, Claire. Ja, ik ben helemaal naar rechts, zodat ik eerst aan het chillen ging. Bijna hard verzakken, ja, ja, ik ook. Ik deed er alles aan om je niet te raken, dus... Ik had zoveel overspeed op een gegeven moment. Leuk dat Tony Hawk worden, maar liever in een andere game. Dus je grinden. Ja. Alles voor je pet op eens. Het ging net niet. Ik ook daar. Koos liet net niet genoeg ruimte. Ik vind het niet keurig. Nee, wel hoor, het is racer, dat moet ik wel. Ja. Ah, die medium is toch net wat snelheid. Die softs hebben echt een voorsprong nu hoor. Natuurlijk, deze bocht ook al. Thank you.
Hm? Nou, daar kom je niet meer vanaf die curve. Nee, dat is lekker player. Ah, oh, je had die Ja, Tony Hawk. Ja. Ik heb nou ook geen halve meter nodig om ook te pakken. Ja. Je ging vol op de rechterband. Ging met jouw lijn mee, zeg maar. Ik leek geen grof erin. Deze is niet het probleem, maar ik kan er niet consistent mee. Ja, daar heb ik het in het begin van de race. Ja, niet, met de V-word eruit geschakeld. Uh-oh. Was het weer zo ver? Was het niet tijd dat je dat uit gaat zetten? Ja, dat is wel een goed ideetje. Ik wil dat je graag op de economy let, maar... Niet alleen zo blij, ik ben zo blij dat ik geen tv heb. Echt een boomer dingetje, tv's, jongens. Het eerste wat ik altijd doe moet werken als ik een tv als skills moet hebben. Dat klinkt, ik hoor dingen allemaal uit. Ik heb tv, maar die staat meer om de huiskamer op te vullen dan dat hij wat doet, hoor. Ik ben echt niet meer van de tv kijken ofzo. Nee, ik moet me zeker ook nog op de tv op opzeggen. Ja, dat vergeet ik ook altijd. Het scheelt zo'n 15 piek. Oh, dat scheelt nog 3 seconden. Soms zo'n 30 gulden. Dus gaan we echt helemaal terug dan, hè? Ja, sorry, ik ben nog ouderwets, ik kan het niet loslaten. Ik heb ook nog met geld betaald. Ik heb ze nog liggen. Nee, dat nog niet. Ja, waren van mijn oma, die had ze in zo'n sigarettending, ik heb ze bewaard. Het is een miljoen. Ja, uiteindelijk wordt het weer geld waard. Kan ik dan over 20 jaar eigenlijk weer PlayStation 5? Ik had er altijd bij de Nederlandse bank in leven. Ja, maar daar krijg je geen drol voor. Ja, ik heb net zoveel mogelijk staan. Ja, maar ik wil meer. Ik wil meer. Dat geld is net zoals wijn, het moet rijpen. Kapitalisten. Dan gooi ik het in Bitcoin, dan maak ik er nog meer van. Oh ja, tuurlijk. Nou, ik denk dat je Bitcoin nog bestaat. Nu, nu in Bitcoin kan gaan, dan dat je wacht totdat je guldens meer waard. Denk ik. Maar... Guldens het daalde wel. Not financial advice. There's been an incident on track, but officials aren't looking to push for a safety car right now. Just be careful. Over voor de marshals, Jeff. Die marshals toch? Ja, ik zei dat de lost debris was on track of zo. Ja, dat was het. Maar ik kan geen 70 kan gebruiken, want die andere was key voor mij en deze wordt een killing. De laatste 20 ronden ben ik zo vaak gecrashed. Twee rondjes of zo. Is dit nou de laatste lap, man? Ik weet niet waar de leader in. Ik ga nu de laatste lap. Oh ja, we zijn natuurlijk door de safety car bij elkaar, ja. Ik wist dat hij achter me reed en toen ging de pit in. Smash, kom op, man. Doe even normaal, gek. Mensen gewoon lukken? Ja, maar beuk gewoon tegen me aan. Kommetje.
3 laps of fuel remaining. This is your final lap of the race. Je hebt al te veel mee. Ja, smash op zijn soft, bijna niet op de rem te staan, heb ik. Ja, je hebt met die soft zoveel winst nu. Ja. Ontzettend. Dat is waarom ik bijna op Koos en Joy eerst reed, want hij echt in één keer zoveel snelheid had. Dat herken ik. Daarna kwam ik makkelijk naar Koos weer toe, zeg maar. Ja, leven is fucking oneerlijk, man. Ik heb echt de hele fucking race fout vrijgereden. Echt de hele fucking race. Ja, ik ben gewoon blij dat ik mijn tweede sprong, zeg maar, ik ging van soft naar soft en toen medium, medium, soft. Waardoor ik gewoon echt die snelheid nu heb. Ah, die GG-show stoppen. Gefeliciteerd, man. Nee, show stoppen. Was niet eerlijk, dat ik je in had gehaald. Smash, jongen, Jezus Christus, man. Wat ben je aan het doen? Even je weet, we vechten niet, niet om een positie, hè? Er zit niemand bij je in de buurt. Lekker, ik zie je. Oh. Ja, balen, man. Ja, dat is gewoon een kut resultaat. Ik ben super blij, dit had ik echt niet verwacht. Ja, man. Dit was als ik. Ja. Ik heb te veel fouten gemaakt om te winnen. Het was eerlijk geweest als ik nu showstop nog in had kunnen halen. Dat zou ik zeggen. Maar die safety car was van Matthijs, toch? Ja. Dom Matthijs. Ja. Nou, bedankt, jongen. Ja, sorry, jongens. Ja, dat gaf mij een kans om weer aan te vallen. Ja, helaas. Ik had liever ook niet gehad. Ja, ik ben er heel blij mee. Voor mij heeft de safety car niet heel veel gedaan, volgens mij. Ja, nee, gast, ik lag een halve ronde achter, hè. Maar wat je daarom zei, ik smash en daarom de safety car nodig had.